40 kinderen, jeugdigen en volwassenen in Paramaribo volgen vanaf vandaag een zwemvaardigheidstraining. Het gaat om doven en blinden die meedoen aan het project van de Help a Star Foundation. Sportdirecteur Gordon Tony Chow noemt het project een mooi initiatief dat aansluit op het beleid van het directoraat om samen met partners te werken aan de dienstverlening en verdere ontwikkeling van sport in zijn totaliteit in Suriname. Dit initiatief is via onze zwemster Sumara Getrouw bekendbaar gemaakt bij het directoraat Sportzaken. En wij hebben haar met haar team Help a Star verwelkomd. Heel wat adviezen gegeven hoe je het kan doen, bij welke organisatie je kan aansluiten om samen te partneren, om die kosten dan te drukken. En wat de bijdrage van Sportzaken eventueel zou kunnen zijn. En zo hebben we gesproken en we zijn blij dat het eindelijk zover is dat we het hier kunnen houden bij SOGK. En dat de kinderen met een speciale hulpvraag nu ook op hun eigen manier met hun eigen personen die de speciale kennis en kunnen daarvoor hebben, iets bij geleerd kunnen krijgen voor bij de zwemsport. En natuurlijk in het bijzonder ben ik persoonlijk ook trots op Sumara als haar oude coach, dat ze ook terugkomt en teruggeeft aan de gemeenschap. Naast de al bestaande zwemtrainingen in Suriname biedt de stichting met gediplomeerde en ervaren trainers de mogelijkheid aan kinderen met een beperking om middels een speciaal programma extra zwemvaardigheden op te doen, zeggen de trainers Sumara Getrouw en Marcel van Venderlo. Vooral omdat het opgevallen is dat verdrinking wereldwijd een enorm probleem is. Ik ben teruggekomen naar Suriname en natuurlijk met gediplomeerde trainers om een mooi project te doen voor de doven en de blinde jongeren in Suriname. Omdat onze thema is het voorkomen van verdrinkingen, omdat Suriname op de 29e plaats ligt volgens WHO, World Health Organization. En dit moet gaan stoppen. En door middel van onze project kunnen we natuurlijk helpen en een handje bijbrengen om ze natuurlijk te helpen en een mooi project te doen. We hebben mensen die dus heel graag zwemles willen geven. En met de verdiepingsslag, om het zo maar te zeggen, voor deze kinderen die dus een beperking hebben. En dat maakt het dan ook wel heel erg interessant om je vak te mogen doen. Het is niet heel makkelijk, in Nederland ook niet, om zomaar met deze doelgroep in aanraking te komen. En het vergt natuurlijk ook wel een discipline. Ja, je weet, ze kunnen niet horen of ze kunnen niet zien. En dat maakt het dan extra spannend, zou ik haast zeggen. En we hebben dan ook een leuk team om te kijken vanuit diverse disciplines. Hè, vanuit de droge sport, maar uit de natte sport, als ik het zo mag zeggen, het zwemmen. De doelgroep van dit project wordt ondanks hun beperking meer zelfredzaamheid in water bijgebracht. Het project wordt uitgevoerd in het zwembad van het SOGK, de Geiersvleet.